weer kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag de mommy tag opnemen. Wat betekent dat? Nou, dat zijn een aantal vragen over mij als moeder. En die zag ik toevallig een tijdje geleden bij Darcy van Stellig, het YouTube kanaal Stellig. Super leuk YouTube kanaal trouwens. Het doet me echt denken om zelf ook meer te gaan vloggen over mijn leven in mijn stel slash gezin en alles. Maar daar gaat het meer over. Ik ga eerst de mommy tag doen. Dus hier komen de vragen. Ben je een werkende mama of een thuisblijfmama? Oh, was ik maar zo'n thuisblijfmama. Nee, ik ben altijd een werkende mama geweest. Dat kwam omdat ik eigenlijk meestal wel gewoon voor mijn eigen vaste lasten heb moeten zorgen. Althans, dat geld ervoor binnenkwam. Ik vloog eerst nog heel veel als stewardess. En dat ben ik een tijdje geleden gelukkig freelance gaan doen. Dat is echt op een heel laag pitje komen te staan. Maar dat kwam eigenlijk omdat ik in de fitness ben gaan werken en daar heb ik een opleiding ook nog voor gedaan in de tussentijd dat ik allemaal al moeder was. En daarbij werk in gevonden, maar toen kwam het bloggen en het vloggen op mijn pad over dit onderwerp, maar ook heel veel over mezelf. En hierbij ben ik video's gaan editen en heb ik eigenlijk een hele nieuwe passie gevonden. Maar, om even terug te komen bij de vraag, dat is wel super handig, want bloggen en editen kun je in principe heel erg veel thuis doen. Je moet natuurlijk wel veel op pad om veel dingen te ontdekken, uit te proberen enzovoorts. Althans, dat vind ik zelf belangrijk voor mijn blog, omdat ik wel wil weten wat ik vertel. Maar ja, over het algemeen kan je dat heel goed zelf inplannen en kan je heel veel thuis werken. En heel veel zit ik natuurlijk achter de computer. Dat lijkt heel makkelijk te combineren met een kind, maar het is ook wel heel erg moeilijk. Want ook al is mijn dochter al 7, ik moet heel erg vaak haar even ophalen, wegbrengen, ophalen, wegbrengen, ophalen, wegbrengen, ophalen, wegbrengen. Ja, soms voel je je echt zo'n taxichauffeur en ze spreken natuurlijk ook af met vriendinnetjes, die komen over de vloer, dit regelen, dat regelen. Dus je bent altijd wel een soort van half met je werk bezig en half met je kind bezig. En dan heb ik 2 dagen in de week dat Jolen naar de opvang gaat, op dinsdag en op donderdag. En die dagen probeer ik ook echt vol gas helemaal van 's ochtends tot 6 uur in te plannen met werk, dus dat ik echt heel erg goed kan focussen. Want die focus die verlies ik op de andere dagen heel vaak omdat ik dan haar moet ophalen of andere dingen moet doen. Ik denk dat ik bij elkaar wel gewoon 40 uur werk, maar heel vaak even in de avond of even dan, gewoon heel erg vaak tussendoor. En ook op zaterdag zit ik gewoon vaak nog achter de computer. Mijn kind slaapt altijd in haar eigen bedje of wiegje. Ja, Jola slaapt altijd in haar eigen bed. Ik vind het ook irritant als ze bij me ligt, want dan wordt het gewoon zo krap. En ze is gewoon gewend om in haar eigen bed te slapen. En ik zie ook eigenlijk geen reden om dat ze bij mij zou slapen of zo. Volgens mij dat ze baby was, lag ze wel bij ons op de kamer. En dat is vanaf dat ze 1 was, is dat veranderd. Toen ging ze gewoon in haar eigen kamer. Misschien eerder, een halfjaartje. In de afgelopen 7 jaar... is de beste aankoop geweest. Ik weet het al. Er is 1 ding wat ik heb gekocht en waar ze nog steeds gebruik van maakt. Echt serieus, van toen ze 1.5 jaar was tot en met nu. En dat is de stokken triptrap stoel. Ik weet niet wat je bedoelt met echt serieus van 1.5 jaar was tot en met nu. En dat is de stokken triptrap. Hoeveel kinderen wens je? Nou, dat is wel leuk om even te vertellen. Ik heb dus mijn spiraaltje er ongeveer 1 maandje geleden laten uithalen. En daar wilde ik eigenlijk meteen een beetje deze mommy tag video voor gebruiken om dat te vertellen. Want om daar nou een heel aparte video over te maken, vond ik ook zo. Ik heb mijn spiraaltje eruit laten halen. Het deed trouwens niet zoveel pijn als hem erin zetten. Dus dat viel mee. En nu is het afwachten. Ja, we zijn natuurlijk stiekem wel een beetje aan het rekenen en zo. Maar om even terug te komen op de vraag, hoeveel kinderen wil je? Nou, in ieder geval 2 dus eigenlijk. Want Jola is nu 7 en we willen er graag eentje bij. Date night. Een uitje alleen met je partner. Hoeveel dagen avonden per maand? Heel erg vaak, eigenlijk bijna altijd, naar de bioscoop. We hebben ook zo'n patépas. En verder gaan we gewoon heel af en toe, misschien 1 keer in de 3-4 maanden een keertje uit eten. En we gaan ongeveer, nou nu niet natuurlijk, maar over het algemeen gaan we gewoon 1 keer in de 2 maanden een keer uit nog. Met onze vriendengroep. We houden nog steeds wel van een feestje. Favoriete bezigheid van je kindje? Jola is het liefste aan het lezen en aan het schrijven op het moment.
Ze zit echt in groep 3 en in de fase dat ze leert schrijven en lezen. En daar is ze ook helemaal gek op en verslaafd aan. Dat vindt ze heerlijk. En ik vind het ook superleuk om dat te stimuleren. Omdat ze daar slim van wordt en misschien niet zo dyslectisch is als ik ben, dan ik ben. Ja, vast wel. Maar het valt mee. Ik heb echt wel best wel goede aankopen gedaan. Ik heb heel veel luiers gekocht vooral. Ik was een dag voordat ik beviel, was ik op de 9 maandenbeurs. Toen was toen al 41 weken. Zo'n pens. En ik heb echt een hele auto van mijn moeder volgeladen met luiers. Ik had een soort nesteldrang, hamstergedrag. En verder miskoop. Nee. Valt wel mee toch? Ik had toen niet zoveel geld, dus dan heb ik ook minder kans op een miskoop. Dat is het voordeel. Het favoriete eten van je kindje. Stamppot. Ja, stamppot. Dat is haar favoriet. En dit is aardappelpuree. Oh, en dit is jouw lieveling. Zitplaats. Yay. Daarna stamppot. Hebben jullie een grotere gezinsauto aangeschaft? Nee. Ik hou van kleine autootjes. Omdat ik gewoon een slechte inparkeerder ben. Ik had eerst zo'n Citroën C1'tje en ik heb nu een Audi A1. En ze zijn allebei lekker klein en dat vind ik gewoon lekker. En ik heb natuurlijk ook maar één dochter, dus die kan prima mooi achterin zitten. Ik vind het wel fijn dat ik nu een veiligere auto heb dan dat ik eerst had. Want dat geeft wel een prettig gevoel als je het snel wegrijdt. Ben jullie zwaarder of lichter dan voor het moederschap? Ja, dat is grappig. Inmiddels ben ik denk ik lichter. Want voor mijn zwangerschap was ik ongeveer 65 kilo, tussen de 60 en de 65 kilo. Toen werd ik zwanger, toen werd ik 30 kilo aangekomen. Dat weten jullie misschien wel van mijn verhaal. Ik zal hem hierboven even de link plaatsen, kan je het zien. 30 kilo. Ik was een heel ander mens en dat ben ik allemaal weer kwijtgeraakt. Super snel ook. En nu ben ik eigenlijk meestal rond de 60 en ik ben zelfs een keertje onder de 60 geweest. Dus ja, ik ben eigenlijk nog lichter dan daarvoor. Zie met kids. Oh, gewoon net nog gehad. Dat was de skivakantie. Kun je nog alle vlogs van terugzien trouwens. Die staat hier ook even plaatsen. Dat was echt zo leuk. Ik heb 3 vlogs gemaakt. En ja, op vakantie gaan met kinderen is wel heel anders. Echt heel anders. Vooral windsport. Maar al met al zou ik het toch echt niet meer willen ruilen voor de andere vakanties die ik vroeger had. Al met al heeft het mij echt heel erg veranderd om moeder te worden. Want je moet erin groeien. En ja, het is gewoon, je hebt gewoon een heel ander leven. En ik vond het ook wel moeilijk dat heel veel vriendinnen van mij eigenlijk een soort van wegvielen. Omdat die geen moeder zijn. En ja, je levelt op heel veel vlakken niet meer. En het is ook heel moeilijk om voor anderen te begrijpen dat je bepaalde dingen laat. Omdat je een kind hebt en dat soort dingen. En dat je gewoon er anders in het leven staat. Maar je wordt er zoveel beter van. Het is zo lekker om kinderen te hebben. En ik ben er zo dankbaar voor dat het zo makkelijk is gegaan. Want natuurlijk gaat het niet bij iedereen even makkelijk. En dat is echt wel iets om bij stil te staan. Je moet gewoon heel erg dankbaar zijn als het is gelukt. Het is natuurlijk niet zomaar iets. Het is gewoon een nakomeling van jezelf. Het is een creatie van jezelf. Nog steeds als ik Yola soms zie lopen. En ik zie haar lange lichaam en haar lange blonde haar en het gezichtje. Dan denk ik, wauw, wat ben ik trots en dankbaar dat gewoon uit mij is gekomen en ik dat helemaal heb gecreëerd. Het is gewoon een wonder. En natuurlijk ook van mijn ex. Dus ja, daarom zou ik ook nooit. Ik heb gewoon zoveel voor mijn kind over. Dat hoe moeilijk het soms ook is om geen ruzie of zo te krijgen met mijn ex of wat dan ook. Ik zou het er gewoon niet tussen willen komen. Tussen willen laten komen. Ik vind haar gewoon te belangrijk. Ik ben zelf ook opgevoed zonder vader. En ja, dat gun ik haar niet. Ik gun haar niet dat ze zich afgewezen zou voelen ooit. Niet dat ze dat wordt, want ze is super welkom altijd overal. We maken eerder ruzie om waar ze is.
En dat is alleen maar goed voor haar. Dus daar ga ik me niet druk om maken. Mijn hart smelt als ik, ja, dat heb ik eigenlijk net al verteld. Gewoon als ik haar zie. Als ik haar zie schrijven of als ze s'avonds nog een keer tegen me zegt van mama, ik hou zoveel van je. Als ze laatst ook, ze weet ook dat we bezig zijn om nu te proberen om zwanger te worden. En dan legt ze haar handje op mijn buik en dan zegt ze, kom op babytje, ga maar lekker groeien. Probeer het maar. Weet je, ik probeer haar heel eerlijk en duidelijk te vertellen hoe het gaat. Dat er een mogelijkheid is dat het niet lukt of dat het misschien moeilijk wordt. Dat het niet altijd meteen gaat. Of dat er ook nog in de eerste periode heel veel kan gebeuren. En ja, daar gaat ze gewoon echt op een hele lieve en goede manier mee om. Ze realiseert zich echt wel wat ik bedoel. Waar shop jij de leukste kinderkleren? Ik shop eigenlijk de meeste kleding voor Yola bij de H&M. Vroeger toen ze baby was, was ik heel erg fan van de Hema. En ja, ik koop ook wel eens dingetjes bij de Primark, maar daar ben ik eigenlijk een beetje mee gestopt. Want laatst had ze bijvoorbeeld hele leuke laarsjes van de Primark en daar raakte ze dan helemaal gehecht aan. Maar die laarsjes waren maar 10 euro, dus je kunt natuurlijk ook niet verwachten dat de kwaliteit echt super goed is. Maar ja, een aantal weken daarna liep ze al met haar laarsje helemaal kapot. En toen zei ik, nou dan gaan we nu maar eens een keer echt goede laarsjes voor je kopen in een andere winkel. Nee, ik wil deze laarsjes gemaakt en deze moeten gemaakt worden. Ik wil helemaal geen nieuwe, ook al zijn ze duur, ik wil geen nieuwe. Dus ik wilde eindelijk een keer goede schoenen voor haar kopen, maar dat lukte dus niet. Omdat ik die goedkopere schoenen aan haar had gegeven en daar was ze al helemaal gehecht aan geraakt. Dus dat is niet altijd zo slim. Om dan voor goedkoop te gaan. Want dan uiteindelijk is het duurkoop. Want dan moet je op zoek naar dezelfde schoenen. En daar doet ze dan weer heel kort mee. Oké, heb ik nou mensen hier die ook moeder zijn? Kopieer mijn vragen dan. Of beantwoord lekker mee met de vragen hier onderin. En ik geef de tag ook even door aan iemand. En dan doe ik een sunsetting van Koala Beauty Mama. En ik denk dat zij hier ook wel wat leuks over te vertellen heeft. Want ze heeft twee veel kleinere kinderen. En zij vlogt ook heel erg leuk over haar kinderen en het moederschap. Dus vandaar dat ik jou tag voor deze video. Om nog eventjes terug te komen op het andere verhaal. Over het spiraaltje wat eruit is. Ja, daar heb ik het even over gehad met Bart. Of we dat wel of niet vertellen op internet. Maar ik wil mijn vlog eigenlijk wel wat meer persoonlijk gaan maken. En wat meer gaan delen waar andere vrouwen gewoon echt iets aan hebben. En ik merk ook gewoon dat zwanger worden is ook gewoon iets waar mensen veel over willen weten. En wat bij iedereen op een andere manier gaat. Maar waar toch wel dingen, wat toch wel handig is als je daar dingetjes over weet hoe het nou gaat en zo. Dus ik ga jullie op de hoogte houden daarover. En ja, vertellen hoe ik het doe met de testjes en sport. Dus dat. Op dit moment weet ik dus nog niet hoe of wat. Ik weet alleen dat mijn spiraaltje eruit is. En dat ik een paar keer een ovulatietest heb gedaan. Maar dat niet echt een super duidelijk antwoord was. Dus dat ik eigenlijk gewoon helemaal niks weet. Ik heb wel van allerlei dingen die ik voel. Maar ik kan hier zitten. Hier tussen. Tussen deze twee. En bedankt voor het kijken. En natuurlijk een duimpje en reactie. En abonneer.